Jeffrey, ja, het is even winnen, hè? Verliezen met de AFC, dat is lang geleden. Zeker lang geleden, dat zijn we niet echt gewend, nee, moet ik zeggen. Het is niet fijn dat je zo'n dag weer afsluit, want het is in principe onnodig, vind ik. Verklaring voor dit verlies? Nou, ik denk dat er te veel jongens onder de maat waren vandaag. En je ziet gewoon dat we onnodig balverlies hebben, waardoor je in de counter, waar zij door een counter krijgen, daar hebben we gewoon even moeite mee. En ja, en dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment een hees van de strijd, krijg je een aantal overtredingen wat tegen je valt. Ja, en daar weten we ook niet goed mee om te gaan. We gaan eigenlijk mee in hun spel en dat moeten we niet doen. We wisten van tevoren, maar dat doen we toch. En dan zie je dat we uiteindelijk met 10 man eindigen in die pot verliezen. Ja, want je kan naar de scheidsrechter wijzen als het om bepaalde beslissingen gaat. Natuurlijk twee keer een penalty en de rode kaart. Nou, laten we beginnen met die rode kaart. Ja, nou ja, ik moet de beelden terugzien, maar ik denk dat het wat te overdreven is. Ik denk dat hij niet helemaal raakte, maar ja, het zag er wel gevaarlijk uit. Dus weet je, het is altijd cruciaal zo'n duel. Alleen het is over en weer. Dus ja, aan de andere kant geeft hij hem niet. Want er was ook een gestrekt been hier bij Megat Jansen. En dan geeft hij hem niet. En dan denk ik, dan moet je hier ook coulant zijn erin. Dus, ja, dan loopt er irritatie wat op en dan ja, valt het in jullie nadeel uit. Ja, uiteindelijk wel. Maar ja, dan moeten wij weer ermee om te gaan. En dat doen we niet. Dus dat is uiteindelijk negatief voor ons. De beide penalties? Ja, in ieder geval die tweede. Hij kwam op mijn arm. Maar ja, waar moet ik heen met mijn arm? Dus ja, zeg maar wat de regels zijn erin. Dat blijft een discussie, hè? Ja, dat blijft een discussie. Ja, en die eerste ook. Ja, het is gewoon balen. Want is dit nou een goede ploeg of zeg je van het is een lastige ploeg? Hoe zou je dit VVSB omschrijven? Nou, het is een hele stugge ploeg in ieder geval. Het is veel duelspelen. Maar ja, op zich deden ze het best aardig. In voetballand hebben ze toch een aantal spelers die best gevaarlijk waren. Alleen wij waren gewoon aan het slapen bij bepaalde duels. De eerste goal die er valt, die kon hij gewoon goed naar binnenkomen. Ja, en hij rond er wel goed af. Alleen daarvoor voorafgaand is gewoon balverlies op middenveld. Waardoor wij in de voorwaartse beweging zijn en we krijgen een counter meteen onze oren. Ja, dat kost ons gewoon goals tegen. Ja. Het kan natuurlijk een keer gebeuren, hè, verliezen. Is dat 5 punten voor in de competitie. Maar wat zegt dit? Nou, ik denk dat het wel een keer goed is voor ons om even een nederlaag te leiden. Het is natuurlijk jammer dat als je nu deze afgelopen 3 wedstrijden, als je die wint, of in ieder geval 7 punten pakt, dan sta je er heel goed voor. Maar ik denk dat het goed is dat we zo'n wedstrijd ertussen hebben en dat we alles weer op scherp moeten zetten. Want ja, de tegenstanders die benaderen ons heel anders, hè, dan voorheen. We staan nu bovenaan, dus je ziet dat ze allemaal even een stapje harder doen en ze weten ons, ze analyseren ons veel beter. Ja, dan moeten wij toch op beter in te spelen. En ja, dus ik denk dat het goed is dat dit ons overkomt en dan kunnen we dat meenemen naar de volgende wedstrijden. Willem Leusaas, ja, het kan natuurlijk weer een keer gebeuren, hè, verliezen van VVSB. Als je naar verklaringen zoekt, waar kom je dan op uit? Ja, dat is lastig. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om de wedstrijd te winnen. Natuurlijk een beetje ongelukkig. 2 strafschoppen tegen waarvan er 1 gescoord werd. Zelf een paar hele grote kansen gehad met Joost Heij. Het keeper van hun pakte een paar onmogelijke ballen eruit. En ik denk toch dat zij vandaag iets meer gokma hadden als dat wij hadden. Ze hebben denk ik het arbitrale trio beter bespeeld dan wij. Ja, want het is natuurlijk makkelijk om meteen naar de scheidsrechter te wijzen, maar net op de beslissende momenten valt hij wel de verkeerde kant op. Ja, wat ik zeg, zij hadden een hele goede dag en zij spelen tegen de koploper. Daar moeten wij nog mee om leren gaan. Ik heb vroeger meegemaakt bij IJsselmeervogels, elke tegenstander die gaf 10% extra gas. En daar moeten wij leren mee omgaan als koploper te spelen. Dan moet je gewoon super scherp zijn, elke week moet je gewoon het beste uit jezelf halen. Nou, dat is vandaag even niet gelukt. Ja, Jeffy Kaleta zei, er waren te veel spelers die onder hun niveau speelden. Nou, dat vond ik wel meevallen. Voorin waren we niet echt gelukkig in onze acties, maar verder vond ik het team wel heel erg scherp spelen. Ja, slordig noemde hij het met name. Ja, met name voorin waren we niet echt, het leek wel of de concentratie of de druk van de kop lopen, maar in ieder geval, we hebben ook van een goede ploeg verloren. Ja, want VVSB blijkt, ja, het is jouw eerste seizoen, maar blijkt altijd een lastige ploeg bij een andere manier van AFC. Ja, maar zij krijgen AFC is voor hen natuurlijk ook een tegenstander die prikkelt. En als je dan koploper bent zoals wij, dan prikkelt het dubbel. Ja. Wat dat betreft zou een nederlaag, zei ik althans, wel eens goed kunnen uitpakken voor AFC. Dat je even weer met de beide benen op de grond en doorpakken. Nou ja, ik zeg in de kleedkamer morgen, ik kan in principe niemand iets verwijten. We hebben nu een slag verloren, maar niet de oorlog. En we staan nog steeds aan kop. En daar blijven we voor gaan natuurlijk. Ja, na die 2-1 was echt al een fase dat je zegt van de gelijkmaking hing in de lucht. Zelfs met een man minder. Nou ja, dat is het positieve wat ik hier uithaal uit die wedstrijd. Dat wij met 10 tegen 11 gewoon op een gegeven moment dominant gingen spelen. En een paar hele goede kansen uitspeelden. En als die dan valt, de 2-2, zelfs met 10 tegen 11, dan kun je hem nog winnen ook. De rode kaart, dat gebeurde niet ver bij de dugout van AFC vandaan. Wat vond je ervan? Ja. Het gebruikelijke verhaaltje, je moet het op de beelden terugzien. Volgens ons raakte hij hem niet, maar ja, op het moment dat er 10 man omhoog springen van de bank van de tegenstander, dan wordt de scheidsrechter duidelijk beïnvloed. Ja, dat zou gebeuren omgekeerd ook wel eens, hè? Ja, natuurlijk, all in the game. Hier win je wat, daar verlies je wat en uiteindelijk zal de balans wel positief zijn. We gaan het bekijken op de beelden. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.